Ik ben Marieke Sanders, ik ben verzamelaar en dat is een hobby, een grote hobby van mij. Daarom ben ik verzamelaar geworden. Dit is een schenking die eigenlijk al best wel lang voorbesproken is geweest. De familie Sanders, Pieter en Marieke Sanders, die hebben een aantal jaar geleden eigenlijk al aangegeven dat ze een hele mooie toekomst zochten voor hun ongelooflijk omvangrijke verzameling hedendaagse kunst. Deze bijzondere tentoonstelling is naar aanleiding van de schenking, want verzamelen betekent ook dat je op een gegeven moment moet nadenken, wat doe je dan met al die werken? En wij, mijn man en ik, die is overleden onlangs, hebben besloten om het aan musea te schenken. Maar liefst 5 musea hebben de keuze mogen maken uit die collectie Sanders, wat het meest past bij hun collectie. Ieder heeft zijn eigen kabinetje gekregen en we hebben de musea eigenlijk op dezelfde manier laten kiezen. Dus ze mochten door de hele collectie gaan, die hebben we in een database. Heeft de familie Sanders weer teruggekeken van hey, die argumentatie past heel goed inderdaad bij deze schenking en dit deeltje zou heel mooi daar af zijn. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, toen was ik echt blij verrast. Het is namelijk ontzettend leuk om je eigen darlings weer terug te zien. Maar het aardige is dat een curator en de musea er weer heel anders naar kijken. Dus de meeste werken hebben bij ons thuis gestaan. Dit werk bijvoorbeeld, dat stond bij ons in de zitkamer. En iedereen keek er met grote ogen naar, wat staat daar nou? Maar nu zie ik het in een heel andere context. Het is nu geplaatst naast een ander portret. En dan denk je, en dat is eigenlijk met alle werken, het heeft een nieuwe context gekregen en dat is zo interessant. Nou ja, we hebben al benoemd, hè, de schenking aan 5 musea tegelijkertijd is denk ik behoorlijk uniek. En ook zo omvangrijk. Hè. Er zijn nu in totaal echt 100 werken aan de Nederlandse staat geschonken die dan weer verdeeld over die 5 musea een plek krijgen. En dat is echt wel heel erg uniek en ik denk dat het ons als musea in staat stelt om eigenlijk in één klap toch ook een inhaalslag te maken van een veel bredere humuslaag van artistieke creativiteit, van het galerieaanbod in Nederland, wat een hele mooie context biedt ook voor allerlei zaken die we de afgelopen 30 jaar verzameld hebben. Nou, ik denk dat voor de bezoekers en de kijkers dat het toch wel ook wel misschien leerzaam is. Ik wil vooral niet didactisch overkomen. Maar het is natuurlijk ook wel een voorbeeld van hoe je kunt verzamelen. Sommige werken zijn veel waard geworden. Maar de meeste werken hebben wij met een heel beperkt budget gekocht. Dus wij kochten altijd heel jong. Dat is ook heel spannend, want voor die kunstenaar is het ook heel bijzonder als hij gekocht wordt. Ik verkoop het nu via een sociaal systeem waarbij als je jezelf ziet als arm, hoef je maar 15% te betalen. Als je zelf vindt dat je een normale baan hebt, hoef je maar de helft te betalen. En als je vindt dat je een chique officiële verzamelaar of een museum of een instantie bent, dan moet je gewoon nog steeds precies dezelfde prijs betalen als vroeger in de galerie. Beginnende verzamelaars, kijk eerst heel veel, maar kies wel, want die commitment, dat je er een beetje geld voor over hebt, dat is ontzettend belangrijk voor jezelf en voor de kunstenaar.